Over een paar dagen dan is het zover, dan mogen we stemmen. Deze week rijdt AT5 naar verschillende markten in buurten om de stemming alvast eens even te peilen. Want wat speelt er nou precies in de Amsterdamse wijken? En op wie kunt u 21 maart gaan stemmen voor de stadsdeelcommissies? Vandaag staan we in... De Dappermarkt in Oost. Oost! Dat is heerlijk Oost. Ja, daar woont mijn broer. Ja. Jorrit, als je kijkt, dan moet je even naar de Dappermarkt komen. We gaan niet alleen over koetjes en kalfjes praten. Ik ga ook bijvoorbeeld een belangrijk debat voeren. Moet er bijvoorbeeld een Oost-Westlijn komen? En we zijn met de stembus natuurlijk ook gewoon op de markt. Want wat stemmen de mensen hier eigenlijk in Oost? En als je wil, kom langs, zou ik zeggen. Ja, het hele komende uur zijn we live te volgen op tv, op onze website en uiteraard ook op Facebook. Dus voelt u welkom om hier bij te komen. Ja, vandaag dus live op de Dappermarkt in Oost. De Dapperbuurt is een hele diverse buurt waar veel in is geïnvesteerd de laatste jaren. Er zijn veel nieuwe winkeltjes bijgekomen, veel nieuwe horeca. En dat kunnen de buurtbewoners ook wel waarderen, want ze geven hun buurt een 7,5. Maar zoals in elke buurt zijn hier ook de nodige problemen. Zo maken ze zich hier zorgen over het openbaar vervoer, er is veel op bezuinigd. En vinden ze dat er onderling met buurtbewoners, dat er maar weinig contact is. Dus daar gaan we het ook onder andere over hebben. En dat doe ik met deze twee mannen, die zitten al klaar in de bus. Rutger Grootwassing van GroenLinks. Hoi. En Diederik Boomsma van het CDA. Welkom, jullie kunnen live meekijken naar de show. En ik vraag van jullie creatieve oplossingen voor alle problemen hier in Oost. Gaat dat lukken? Ja, gaat vast lukken. Maar één ding, hè. Waarom zitten we in zo'n vieze bus? We zitten in een dieselbus. Ik vind wel dat AT5 dit moet compenseren. Dat gaan we ook zeker doen. Ik heb al gezegd dat we een boom gaan planten. Is dat oké? Doe er maar een paar dan. Nou, een bos. Is daar ook nog ruimte voor dan in de stad? Ja, er is zeker ruimte voor. Zeker. Goed. En verderop op de markt staat mijn collega Waldi van Genen ook klaar. Hij gaat met zijn stembus de markt op om de stemmen te peilen. Waldi, wat ga je precies doen? Nou, eigenlijk wat je zegt, hè. Ik kom straks bij u. Met de stembus gaan we de markt op. En deze. Stembus gescoord. Formuliertjes en deze jongen, rood potlood. Om te kijken inderdaad wat de mensen op de Dappermarkt hier in Oost stemmen. Vorig jaar, de landelijke verkiezingen, Oost als geheel was eigenlijk een beetje een afspiegeling van de grote stad, als heel Amsterdam. GroenLinks op ongeveer een kwart van de stemmen. Daarachter D66 dat wat inzakte na 4 jaar geleden met 21%. En dan allemaal ergens rond de 10% de VVD en de PvdA terug te vinden. En ook Denk trouwens, de nieuwe partijtjes, hou rekening met ze en streep ze nog niet zo snel door. Dat is dus wat je ongeveer van ons kan verwachten de hele dag door. Dat klinkt goed, Waldi. En ook mijn collega Menko Arend staat op de markt in de frietkraam. Niet alleen om te eten, maar ook voor een debatje met. Menko, wat gaan jullie doen? Ja, ik sta hier bij Vita. Vita, jij staat hoe lang al hier op de markt? Al vanaf 1972. Holy, dat is dus echt al 47 jaar, als ik heel snel reken. Ja, in mei dit jaar 47 jaar. Ongelooflijk. En is er echt veel veranderd? Heel veel veranderd, ja. Heel veel. Ja, alle oude garde is weg, hè? Ja. En er spelen heel veel heikele thema's, daar gaan we het ook over hebben. Vita, wij gaan straks een patatje bij je eten natuurlijk. Oh, ja. Maar eerst moeten we nog debatteren, dat gaan we zo doen aan deze tafel. We doen twee thema's, gaan we bespreken met deze klok erbij. Dus ze hebben een straffe tijd. Maar laten we eerst even kijken wat Oost nog meer te bieden heeft. Cecile, met wie sta jij daar verder nog? Ja, ik ga naar mijn Oostkenner hier, Marnix Haak. Hij heeft een jaar lang is hij zijn straat, de Javastraat, niet uit geweest om zijn buurt beter te leren kennen. En dat is gelukt, want ik ken niemand die Oost zo goed kent als jij, Marnix. Welkom, leuk dat je er bent. Marnix, om even te beginnen, hè, wat maakt Oost volgens jou zo leuk? Voor mij de mensen. Dus ik heb het voorrecht gehad om afgelopen jaar echt belachelijk veel mensen in en rondom de Javastraat te leren kennen. En ik ben dat ook juist, al die verschillende mensen ook juist enorm gaan appreciëren. Waarderen. En ik heb zelf in Noord gewoond en een tijd in West. Maar ja, in Oost vind ik het toch wel een... hier gebeurt er gewoon iets speciaals. Wat gebeurt hier dan voor speciaals allemaal? Dat is een goede vraag. Ik denk dat er gebeurt gewoon heel veel. Er is heel veel verandering. Zitten heel veel verschillende mensen zitten dicht op elkaar hier in de buurt. En ja, dat beweegt mensen, zeg maar. Mensen hebben toch met elkaar te doen. En zeg maar,
tenminste als ik voor mezelf spreek, heeft het me wel enorm veranderd door juist heel veel verschillende mensen hier te leren kennen. Ja, want jij sloot jezelf op. Nou ja, sloot. Jij was een jaar lang, kwam je de Javastraat, kwam je niet uit. Omdat je dacht van, ik wil mijn buren leren kennen. En die kende je eigenlijk niet, terwijl je al een paar jaar in de Javastraat woonde. Is dat iets wat alleen voor jou hier speelt? Of heb je dat van meer mensen gehoord, dat mensen elkaar hier niet goed kennen? Laatste jaar is natuurlijk enorm veranderd qua gentrification. Dus er is een enorme ploeg aan juppen is er komen wonen, nieuwkomers, waaronder ook ik dan. En dat is toch een partij die, daardoor is ook wel economisch veel veranderd, met prijzen die omhoog gaan. Maar dat is ook een groep die zich heel erg druk is en toch wel vaak veel met zichzelf bezig is. En daardoor is de, ja... Dat had je zelf dus ook? Ja, dat had ik zelf ook. Als in van, ja, ik weet niet goed... ik zag heel veel mensen, maar veel mensen leven toch langs elkaar heen. En voor mezelf wilde ik dat doorbreken. Dacht ik van, ja, ik ben zo nieuwsgierig naar al die mensen en al die verhalen hier. Dat ik dat echt heel in extreme vorm heb doorbroken. Maar ja, ik denk dat dat nog veel meer mag gebeuren. Omdat als je open gaat staan naar andere mensen, dat brengt gewoon heel veel rijkdom. Ja, maar niet iedereen heeft natuurlijk de tijd om zichzelf een jaar in de straat niet meer uit te komen. Nee. Wat zou je dan aanraden voor die nieuwkomers die hier in Oost komen wonen? Ik denk dat als je al gewoon open gaat staan naar andere mensen, meer praatjes maakt en er ook tijd voor vrijmaakt. Want ik denk dat het heel belangrijk is voor zo'n buurt om elkaar te zien. Dat er dan vanzelf al met kleine stapjes je al meer idee krijgt van wat je concreet ook kan doen voor andere mensen. Er is heel veel eenzaamheid en toch ook wel mensen die op zoek zijn naar een woonruimte of een beetje in de problemen zitten. En ja, puur door die mensen al te zien en in aanraking mee te komen, kan je al best wel veel betekenen voor andere mensen. Duidelijk. Zullen we even een stukje die kant op lopen, yes, op de markt? Want, maar je zegt de eenzaamheid. Heb je dan een voorbeeld dat je hier hebt gehoord het afgelopen jaar? Dat je denkt, nou dat vond ik wel heel schrijnend dat dat in deze buurt gebeurt. Ik ken best wel veel mensen om me heen. Bijvoorbeeld mijn buurman boven, die is dan voor de helft verlamd. Die is slechter been. Ja, hij heeft dan nog wel het geluk van zijn familie. Maar, als jij geen vrienden of familie hebt, dan kan je zo vergeten worden. Want iedereen is zo met zichzelf bezig in die straat, dat je ook zo daarin op kan gaan. Ik heb het zelf ook gemerkt in het begin van het project, dat je kan zo onopgemerkt door de straat gaan. En niemand, als er geen wijgevoel meer is, dat dorp ze van die sociale controle gaat op een gegeven moment weg, als er een enorme grote bak nieuwe bewoners komt. En ja, daardoor zie je soms zie je wel bepaalde personen die dan... echt vergeten worden, in de vergetelheid raken. Maar over dit soort problemen gaat ook de stadsdeelcommissie zich daarover buigen. Daar staan al een paar kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld uit Oost, staan al klaar. Maar u kunt dus 21 maart gaan stemmen wie er in die stadsdeelcommissie terechtkomt uit uw buurt. Nou, wat is zo'n stadsdeelcommissie nou precies? De stad is onderverdeeld in 22 wijken en per wijk komt er zo'n stadsdeelcommissie. En daar komen 4 tot 6 buurtgenoten in en die gaan het dagelijks bestuur adviseren. Maar voor u is dus belangrijk om te weten voor 21 maart van wie er uit uw buurt nou precies meedoet waarop u kunt stemmen. Nou, in Oost zijn dat deze kandidaten. We lopen even naar ze toe. Als het goed is, staan ze voor ons klaar in de marktkraam. Zij krijgen namelijk 30 seconden de tijd om zichzelf te promoten. Dag allemaal. Welkom. Ik zei net al even, jullie krijgen 30 seconden de tijd om jezelf voor te stellen, te zeggen wie u bent, waar u voor staat. En ook vooral even te zeggen waarom de mensen op u zouden moeten stemmen. Na 30 seconden mag u de microfoon doorgeven aan uw buurman. Dan is de tijd voorbij. En als het goed is, staat mijn collega Marloes hier met de toeter. Kijk, daar is ze. Laat hem maar even horen. Kijk, dan mag u de microfoon doorgeven. Aan wie mag, wie wil beginnen? Nou, ja, kom maar op. Heel veel succes. Dankjewel. Mag even een applaus. Marloes, de tijd gaat volgens mij nu in. Gaat de tijd in, oké. Mijn naam is Jeroen Overwel, lijst 38, Wijburgerraad. Voor de gemeenteraad kiest u op een politicus met een partijprogramma. Voor uw gebied kiest u een adviseur van de stadsdeelcommissie en dat is heel wat anders. Kies daarom voor een onafhankelijke kandidaat uit uw gebied. Als adviseur kan ik niks beloven. Maar één ding wat ik ga doen is een politiek elke maand organiseren. Waarbij ik samen met de IJburgers dat advies ga geven. Heel goed. Ja.
Ik ben Adela Cavalier. Ik ben woonachtig in Oud-Zuid. De reden waarom de mensen op mij zouden moeten kiezen is omdat ik er voor de buurtbewoners ben. Het gaat niet over mij, het gaat over de buurt. Zoals bijvoorbeeld, ik heb wel een paar punten, veiligheid, handhaving en al dat soort dingen. Maar vooral voor de onafhankelijke burgers, daar sta ik dan voor en ik ben transparant. En ik ga geen dingen beloven die ik niet waar kan maken. Heel mooi. Ik ben Naomi Rijken, lijst 34 en ik kom uit voor Watergraafsmeer. Ik sta voor meer inlevingsvermogen en begrip voor elkaar, kansen geven aan elkaar. En eigenlijk ook het gegeven dat iedereen fijn wil leven in deze super fijne wijk. Ik ben hier al 10 jaar werkzaam als docent en ik heb gezien in veel projecten dat mensen eigenlijk gewoon echt elkaar willen leren kennen. En daar ga ik mijn hart voor maken. Er is geen kloof, dat willen we helemaal niet. Iedereen wil fijn samenleven met elkaar. Ook in Watergraafsmeer. Naomi Rijken, lobby voor lobby, lobbyen voor meer liefde. Dankjewel. Goedemorgen, ik ben Khadija Inmili, stem voor Indischbucht Bewoners Unit, lijst nummer 45. Ik sta voor samen veilige buurt, samen gelijke kansen voor iedereen in onderwijs en arbeidsmarkt, ongeacht de afkomst of achtergrond van de burger. En natuurlijk samen we gaan voor een goede toekomst voor Amsterdam Oost. Dank je. Hallo, ik ben Zakaria van Jong Oost in Watergraafsmeer. En ik wil graag jongeren meer betrekken bij de politiek. Ik wil graag jongeren meer betrekken bij hun buurt. De oudere en de jongere generatie een brug met elkaar inslaan. En ik wil natuurlijk ook voor zorgen dat een veilige buurt woon en een schone buurt woon. Maar ook dat het heel erg gezellig is. Dus stem daarom voor het Kroos van Oost. Stem op Jong Oost. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Mooi gesproken. Marnix, heb je een beetje opgelet? Oeh, ja, ik heb een klein stukje van de eerste gemist, maar ik heb ze wel voor een grootste gedeelte meegekregen. Wat sprak jou aan? Poef. Ja, ik vind het lastig. Het is natuurlijk allemaal soms een beetje niet echt heel erg concreet. Ik hou zelf wel van concreet. Ik vond zelf, mag ik al meteen zeggen welke... Jij mag zo een winnaar zeggen, maar je zegt weinig concreet. Dan wil ik eigenlijk wel even... Nou wat vond je niet concreet? Want ik hoorde bijvoorbeeld zelf ook veel veiligheid en meer handhaving. Maar wat is hier dan mis met de handhaving bijvoorbeeld? Wat gebeurt hier? Wat moet er meer op gehandhaafd worden? Wie kan daarop antwoorden? Ja? Er zijn... Mag ik niet zichten bij de microfoon? Er zijn best wel veel... als je bijvoorbeeld kijkt over de brug, die jongen die is neergeschoten. Ik zie de jongens ook rondlopen. En ik zie dingen gebeuren. En er wordt gewoon niks gedaan. En dan heb ik wel, zijn de straatcoaches. Maar dan moet je helemaal een nummer bellen. En die moeten die dan weer bellen. En die moeten die dan weer bellen. Het is te grootdrempelig, te hoogdrempelig. Het moet directer, het moet sneller. Er moet gewoon meer handhaving zijn, punt. Ik zie jou heel hard knikken. Jij bent het daarmee eens? Ja, ik ben het er zeker mee eens. Maar aan de andere kant, jongeren die willen ook heel graag meer betrokken worden met de buurt. En ik denk als hoe ga je dat dan doen? Nou ja, je moet ze in ieder geval uitleggen wat ze in ieder geval allemaal kunnen doen in de buurt. Ze moeten ruimte kunnen krijgen om leuke dingen te kunnen doen. Om in ieder geval niet, zoals mevrouw al zegt, chillen op de straat of wat dan ook. In ieder geval dat ze actief bezig zijn en dat ze wat kunnen betekenen voor deze buurt. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat we samen met elkaar een gezellige, veilige buurt creëren. Duidelijk. Dank je. Nou, nog even kort. Ja, ik werk natuurlijk op een school, ook hier in de buurt. En we doen echt onwijs veel projecten. In samenwerking ook met het stadsdeel. En dat is heel erg geslaagd. Dat is echt heel erg tof om jongeren te betrekken. Door middel van eten brengen we ze samen. We hebben ze samen. Vanavond hebben we weer een project waarbij jongeren met de politie gaan eten. En samen naar een voorstelling gaan. En dat werkt. Want dan raakt iedereen in gesprek met elkaar. Men vindt het moeilijk om elkaar te vinden. En als stadsdeel kan je dat faciliteren. En dan krijg je ze bij elkaar. Mensen willen zo graag om elkaar te zien, elkaar te leren kennen. Dus dat is echt mooi om te zien. Goed, mooie afsluiter. Marnix, aan jou de eer. Ja. Wie heeft het nou van deze kandidaten het beste gedaan? Ja, ten eerste, who am I to judge? Ik bedoel, ik vind het al fantastisch dat ze zich alle 5 keihard inzetten voor de buurt. Dus eigenlijk vind ik ze stuk voor stuk al kanjers. Naomi vind ik heel erg sterk. En ik vind haar... Als ik mijn geld moet inzetten, ja goed, dat vind ik echt enorm lastig. Jullie zijn allemaal winnaars, maar ik denk dat de mevrouw naast Naomi, ik weet alleen haar naam niet. Hoe? Lijst 45. Ja,
ik vond dat verhaal sprak mij wel het meest aan qua waardes. Alhoewel ik Naomi ook wel echt... Nou, wie wordt de winnaar? Kom op. Keuze maken. Ach, poef. 3, 2. Oh, dit is zo lastig. Nou, dan ga ik toch voor... Khadija. Kan ik geen combinatie maken tussen die twee? Nee. Khadija. Ik ga mijn partij voor. Nee. Khadija. Nog 10 seconden krijgt u de tijd om even te laten weten aan de kijkers waarom ze op u moeten stemmen. Iedereen mag op mij stemmen omdat ik sta voor de bewoners. Ik ben de stem aan de oren. Ik ben docent en ik meemaken met mijn leerling, ex-leerling, de honger in de straat. Dat wil ik niet. Ik wil dat ik een goede toekomst krijg, een verplicht baan om een goede toekomst voor Amsterdam. Ja, hartstikke goed. Nou, dit was natuurlijk heel kort, maar wilt u nou meer weten over deze kandidaten of de kandidaten bij u in de buurt? Dat kan ook via kandidatenwijzer.amsterdam. Ja, en ook Waldi staat hier op de markt verderop. En die is zijn stemmen aan het peilen met zijn prachtige stembus. Waldi, wat hoor je daar allemaal? Nog niet veel. Want dat ga ik nu doen. Aan het einde van de Dappermarkt, hè, richting het Meidenpoortenstation. Eerst van Swinnestraat. Even kijken. Heren. Hey, jongen. Goedemorgen. Wanneer weet u wat u gaat stemmen? Weet ik wel. Oh, daar hoeft u niet over na te denken? Nee, daar hoef ik niet over na te denken. Mag ik ook vragen wat dat is? Het wordt niet Wilders, maar het SP. Ja, Wilders kan niet, hè? Die doet niet mee in Amsterdam. Nee, jammer genoeg niet, want dan had ik daarop gestemd. Oh, heeft u vorig jaar op Wilders gestemd, ook ja? Voor de landelijke verkiezingen? Ja. En mag ik u vragen waarom Wilders? Nou ja, die is de enige die nog bij durft. De rest durft allemaal niet. Het zijn allemaal ja-knikkers en meneer en allemaal alles doen ze fout. Ja. En alles wordt dan met de mandelende liefde allemaal behandeld. Wilders is echt een anti-islampartij, hè? Bent u ook anti-islam? Nee, dat niet. Nee. Maar dan krijgt dat er wel bij als u op hem stemt. Ja. Dat legt me net hoe je erover denkt natuurlijk. Er zijn dingen natuurlijk waar ik wel achter sta, maar er zijn ook dingen natuurlijk dus... We zijn allemaal mens, toch? Ja. Ook de buitenlanders zijn ook mens. Die moet je ook met respect behandelen. Ik ben ook een mens. Ja, daarom. We zijn allemaal mensen. Maar even de stap naar nu, hè? De gemeenteraad. Ja. PVV doet niet mee. Ja, ja. Dan zegt u, dan komt u uit bij de SP. Waarom dat? Nou ja, die tot op heden vind ik wat zij beloven. Ik weet niet of ze de waar kunnen maken, maar daar sta ik wel achter. Wat heeft u nodig van de politiek? Ja, een beetje ook voor de ouderen, een beetje meer iets betere verzorging en de zieke mensen. Is dat zo slecht nu voor u geregeld? Nou, tot op heden gaat het nog wel, maar ik word ook een dagje ouder. Nou, u heeft ook de mogelijkheid om voor de 50 plus te stemmen in Amsterdam of voor de Partij van de Ouderen? Ja, ik zie meer in de SP, in het programma dat ik kan lezen. Ik pak even deze erbij, staat u even op? Ja. Kan dat? Lukt dat? Maak het even officieel, althans voor AT5. Kijk eens. Er is nog net voor het leven. Dit is een echte. Ja. Even kijken hoor. Lijst 4. Even kijken. Daar. Ja. SP voor de ouderen. Voor de ouderen. Ja. Fout u hem even 3 keer dubbel of 2 keer dubbel? Mag die erin? Maar jij hebt gekeken, dus hij is niet geldig. Is het niet, hokje niet helemaal rood? Nou, ik zal u wat vertellen. Nog wel echt gaan op 21 maart, want dit is sowieso niet geldig. Ah, dat is goed. Ik begrijp het, jongen. Okay. Nog een fijne dag. Ja. Okay, tot ziens. Succes. Ja. Wanneer komt het op televisie? Nou, dit was live, meneer. Nou, kan het wel terugkijken. Ja, Paten5.nl. Even door. Even door. SP. Hoor je niet, het is niet een hele grote partij in Oost trouwens, SP. Het zit denk ik rond de 8 of 6% van de stemmen, althans vorig jaar. Meneer, weet u wat u gaat stemmen met de verkiezingen? Nog niet helemaal. U moet er nog over nadenken? Ja. Mag ik vragen wat u vorig jaar hebt gestemd voor de Tweede Kamer? Niet helemaal. Dat mag ik niet vragen? Nee, het is spijt. Het is geheim? Ja. Maar u twijfelt u tussen 1 of 2 partijen voor Amsterdam? Ja. Mag ik weten welke?
Een beetje CDA en dieren. CDA en? Dieren. De Partij voor de Dieren, ja. Ja. Wat is voor u belangrijk? Wat geeft, wat voor onderwerpen geven de doorslag? Ja, dat wij allemaal samen kunnen, nog. Dat wij elkaar kunnen. Ja, we staan verderop met de bus. De lijsttrekker van het CDA, die zit in de bus. Ja. Heeft u nog een vraag voor hem? Ja, het blijft geheim, met spijt. Ja? Ja. Maakt niet uit, ga ik door. Nog succes met nadenken. Dank u. Oké. Kijk, er lopen ook heel veel politici op de markt rond. Of althans mensen van partijen. En die proberen andere mensen te ronselen. Zoals jou. Jij bent, wat voor folder heb jij in de hand gekregen? Ik heb een Partij voor de Dieren folder hier in mijn hand gekregen. Ga je ook stemmen? Ik ga zeker stemmen. Op Partij voor de Dieren? Nee, dat weet ik nog niet. Wat ga je wel stemmen, weet je dat? Voorkeur gaat tot nu toe naar GroenLinks. Oké, okay, dat is ook de grootste partij in Oost, ja. GroenLinks. Waarom GroenLinks? Waarom ik voor GroenLinks ga stemmen? Ja, ja. Het is een klein beetje vriendjespolitiek ook. Ik zit allemaal mensen die ik ken in de partij. Of die stellen zich verkiesbaar. En ik sta heel erg achter de standpunten die ze inbrengen. Ja. Welke dingen vind je echt belangrijk waar GroenLinks voor staat? Nou, ik vind dat ze heel goede punten hebben voor de buurt. Over wat belangrijk is, ook in verbinding en in diversiteit toch ook. En over kansen voor de bewoners. En dat zijn voor mij wel belangrijke speerpunten. Wat zijn de knelpunten in Oost hier? Waar moet er echt aan worden gewerkt? Aan woningen, onder andere. Dat vind ik wel een heel belangrijk ding. Ja, ik woon zelf in de Indische buurt en ik merk toch wel dat er heel veel sociale huurwoningen uitgaan. En dat zou het zonde zijn, want dat is niet echt bevorderlijk voor de diversiteit van de buurt. En dat vind ik tenminste zelf wel de reden waarom ik hier onder andere woon. Omdat ik het leuk vind dat het heel divers is op heel veel verschillende gebieden. Ja. Dus iedereen moet gelijke woningkansen hier hebben. Goed punt. Ik heb hier een stemformulier voor je. Ha, ja. Die is ook voor jou. Nou, je hoeft er niet meer over na te denken. Nee, ik ga hem gewoon zetten. Kijk, je weet hem ook te vinden, denk ik. Nee. Oh, hier, ja. Kijk. Toch? Zet ik het lijst goed? Lijst 5. Ja, ja, toch? Ja, ik moet even naar even kijken. Rutger Grootwassink van GroenLinks zit in de bus, hè? Ja. Heb je nog een vraag of een tip of een opmerking voor hem? Blijf na de verkiezingen ook zeker gezicht laten zien in de buurt. Want soms heerst er bij de mensen nog wel eens het idee dat het dan alleen maar nu voor de politiek is en dan stemmen krijgen. Ja. Maar het is ook leuk als je daarnaast ook zichtbaar blijft. Oké. Okay, dus zoals de partij als, ja. Ja. Dankjewel. Succes met stemmen op 21 maart. En de vraag voor Rutger Grootwassink is dus, Cecile, komt Rutger Grootwassink nog terug in de buurt? Ook na 21 maart. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, meneer Wassink, de vraag is, komt u nog terug in de buurt, ook na de verkiezingen? Ja, zeker. Want ik kom hier sowieso heel vaak. Omdat het volgens mij voor politici heel belangrijk is om niet alleen op stadhuis te zijn, maar juist in de buurten. Ook te zijn. En zeker Oost is denk ik een heel erg een buurt in beweging. Er gebeurt hier heel veel. Ik ben zelf vaak in de Meevaart. Dat zit hier wat verderop in de Baliestraat. En ik denk wat we hier bijvoorbeeld terug horen is dat heel veel mensen ook zeggen dat ze zich zorgen maken over de sociale cohesie eigenlijk van de buurt. En dat is een punt wat voor GroenLinks heel belangrijk is. En wat ik ook vind dat we echt moeten herstellen. Hè. Het huidige gemeentebestuur heeft heel veel bezuinigd op allerlei voorzieningen die voor buurten heel belangrijk zijn. Hè? Jongerenwerk, maar ook voor ouderen en mensen met een biculturele achtergrond. En juist dat soort kleine initiatieven zijn voor buurten heel belangrijk. En dat vind ik dat we dat echt moeten herstellen. En wat gaat u daarvoor doen, meneer Boomsma? Nee, ik ben het daar wel mee eens. Ik vond het ook interessant om te zien dat mensen inderdaad die sociale cohesie ontzettend belangrijk vinden. Verbinding in de buurt. Echt dat verlangen naar een lokale gemeenschap. Ik denk dat dat echt ontzettend in opkomst is ook. En dat we dat ontzettend moeten ondersteunen. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. We moeten niet bezuinigen op de jeugdvoorzieningen. Maar noem eens iets concreets wat u hier dan in de buurt zou doen? Nou, daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is om dus niet alleen je moet investeren in het jeugdwerk, maar ook in toezicht en handhaving. Dat is iets concreets. Nou ja, ik vind dat wij als GroenLinks vinden we dat we geen sociale huurwoningen meer moeten verkopen. En net zei ook iemand dat. Dit is natuurlijk ook een buurt die heel erg verandert, waar ook de huizenprijzen enorm omhoog gaan en waar die voor veel mensen steeds minder bereikbaar wordt. En ik vind geen sociale huurwoningen meer verkopen, zodat je juist zorgt dat deze buurt ook heel erg divers blijft. We kunnen hier denk ik even over doordebatteren, maar dat gaat Menko doen. Verderop op de markt staat hij in de frietkraam klaar voor een debatje met.
Ja, hier bij Vita. En wij gaan eens even wat onderwerpen specifiek induiken. En dat doe ik met twee jongens, mannen. Jongens nog, mannen. Ja. Uit Oost. Ashraf, kun je je even voorstellen? Ja, mijn naam is Ashraf El-Johari. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben geboren en getogen Amsterdam, kandidaat nummer 8 voor de gemeenteraad namens Denk Amsterdam. En ik ben jurist. En Hardcore Oost, hè? Hardcore Oost, geboren in het OLVG. Op de basisschool gezeten op de Kraanvogel. En mijn middelbare school heb ik afgerond op het Pieter Nieuwland College. Mm-hmm. Dus echt Hardcore Oost. En jij wil hier iets gaan betekenen, ook in de commissie, of wil je echt de gemeenteraad in? Nou ja, ik ga allereerst natuurlijk voor de stadsdeelcommissie. Gemeenteraad zou natuurlijk fijn zijn. Ja. Aan de andere kant... En ook aan de andere kant van het politieke spectrum, denk ik wel, de VVD. Kun je je voorstellen? Ja, mijn naam is Marijn Boezer en ik ben nummer 1 voor de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied voor de Stadsdeelcommissie. Verder sta ik nummer 37 voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de VVD Amsterdam. En ook ik hoop veel te kunnen bereiken vanuit de Stadsdeelcommissie. Ja. Ik woon inmiddels 4 jaar in de Indische Buurt. Wel wat langer in Amsterdam, een goede 8 jaar. Dus... Ik zie het met veel positieve. We gaan snel beginnen, want we moeten het nu over één thema gaan hebben. Het werkt als volgt. Het is een soort schaakpartijtje. Allebei de kandidaten hebben 3 minuten de tijd. Het gaat over één thema. En de klok gaat lopen op het moment dat het knopje wordt ingedrukt. Ik hou het scherp in de gaten. En degene die nog een paar seconden over heeft, dus die het spitsvondigst debatteert, die heeft uiteindelijk nog recht van mij op 20 seconden extra. Daar gaan we. Het thema is ouders mogen, en dat geldt eigenlijk voor de hele stad ook, zelf weten waar ze hun kinderen naar school doen. Hè? En je hebt een groot thema vanwege wit en zwart school. Laten we beginnen met het VVD-standpunt. Ja, ik ben absoluut voor deze stelling. Namelijk, ouders hebben de verantwoorde keuze om zelf te mogen kiezen waar ze hun kind op school doen. Daar zou geen enkele overheidsbelemmering in moeten zitten. Het feit dat er nu een postcodebeleid is waarin ouders toch geblokkeerd worden om soms die keuze te maken. De ouders zijn daarvoor verantwoordelijk. En of dat nou in Oost, West, Noord of Zuid is, dat maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Als de school goed is en de ouders willen hun kind daar op school doen, daar gaat het om. Ja, ga je meteen aan de mist in met de druk, maar dat doe ik voor je. Oké. Okay. Nou, wij van Denk Amsterdam, wij zijn voorstander van het postcodebeleid. Alleen vinden wij wel, we zijn dus tegen de stelling, alleen vinden wij wel dat het anders moet en ook anders kan. Wat is het postcode? Kun je het precies een beetje uitleggen? Nou, het postcodebeleid is eigenlijk dat er op basis van postcode gekeken wordt uit verschillende wijken of iemand geplaatst, wel of niet geplaatst kan worden op een school. Dat, zijn dus de, dat is dus het toelatingsbeleid hier in Amsterdam. Maar onlangs hebben we, niet zo heel erg lang geleden, hebben wij een PvdA-prominent en OSFO-voorzitter Rob Oudkerk gehad. Die zei na bedreigingen van ouders die een rechtszaak wilden aanspannen, omdat hun kinderen niet op een van de scholen werden geplaatst die op de focuslijst stonden. Nou ja, die heeft vervolgens gezegd, die heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat die mensen alsnog op een focusschool werden geplaatst. Nou, dat tart natuurlijk de rechtsgelijkheid en die heeft er vervolgens ook geen spijt van gehad. Dat is dus niet hoe het moet in Amsterdam. Oké, je mag drukken. Ja. Ja, we moeten vooral kijken naar hoe scholen zelf presteren. En op het moment dat een school het ontzettend goed doet, moet de school ook juist de ruimte krijgen om te groeien, meer leerlingen aan kunnen nemen. Zeker als die mensen dat willen. En daar moeten we ons vooral op richten. En op het moment dat scholen minder presteren, is dat ook meteen een stimulans dat zij het beter gaan doen. We moeten juist kijken naar welke scholen doen het goed. En als ouders hun kinderen daar naartoe willen sturen, dan moeten we daar de ruimte voor bieden. En niet omdat er een postcodebeleid is, scholen volstoppen of ze nou goed of slecht presteren. Wat jij zegt, je hamert eigenlijk op de vrijheid van onderwijs. En dat is natuurlijk een groot goed dat wij hebben hier in Amsterdam en in Nederland. Alleen is het wel zo aan de andere kant dat je moet... Ik neem even wat wetsartikelen erbij. Dat is artikel 8 ongeveer, artikel 8 van de wet op primair onderwijs. Artikel 17 van de wet op voorgezet onderwijs. Het kost tijd, hè? Ja, het kost inderdaad tijd. Maar ja, daar is onder andere bepaald dat het onderwijs erop gericht moet zijn dat leerlingen eigenlijk te maken krijgen met cultuur en religies van andere leeftijdsgenoten. Dus vandaar is het ook heel erg belangrijk dat wij dat postcodebeleid van stand houden. Wat is nou het risico als dat niet gebeurt? Nou, het risico dat dat niet gebeurt is dat je eigenlijk niet weet hoe je moet opereren in een diverse omgeving. En dat is een heel groot nadeel. Dan kom je in het werkveld zonder dat je weet hoe je in een diverse stad als Amsterdam moet opereren. Nee, het is juist andersom. Het is juist op het moment dat je die keuze vrijlaat dat er sprake komt van diversiteit. Want iedereen kan juist overal naartoe. Als ouders ervoor kiezen om hun kind uit Oost in West op school te willen doen, omdat juist daar de school is waar zij zich goed bij voelen, dan moet het juist daar de nadruk liggen dat die keuzevrijheid er is. En er mag geen enkele belemmeringen zitten vanuit de overheid. Tuurlijk moeten we kijken naar de kwaliteit van het onderwijs, maar het mag niet zo zijn dat die keuzebelemmering er is.
Nou, de VVD werkt met dit standpunt eigenlijk gewoon segregatie in de hand, zoals je gewoon ziet. Zij faciliteren eigenlijk ouders die gewoon een dikke portemonnee hebben om buiten de buurt te gaan zoeken. Bijvoorbeeld een school in Amsterdam-Zuid. Ik noem even Fossius en Baleus met een vrijwillige ouderbijdrage van €500. Nou, dat is gruwelijk not done. Nou, dat is gewoon niet waar, omdat dan even over het voortgezet onderwijs. En we hadden het tot nu toe over primair onderwijs, want daar ligt de postcode belemmering, zullen we maar zeggen, in. In het voortgezet onderwijs is er een matching systeem waarin ouders 10 scholen op kunnen geven en waar over het algemeen, de eerste berichten zijn zeer positief, de eerste of tweede keuze gehandhaafd wordt. En over de bijdrage die ouders moeten leveren, er is volgens mij een studiebijdrage voor ouders, die is €375. En daarmee kan over het algemeen de gemiddelde vrijwillige bijdragen worden afgedekt. Dus die kostenbelemmering, daar sta ik niet helemaal achter wat u net zegt. Ja, daar sta ik dus wel achter, want je ziet dat soortgelijke bedragen gewoon gevraagd worden voor basisscholen. En wat de VVD eigenlijk doet, is met dit beleid eigenlijk een soort bouwen aan een soort klassenmaatschappij. Ja. En daar zijn wij van Denk Amsterdam gewoon echt fel op tegen. Ja, klasse, maar waarom dan precies? Want zo'n school, wordt al gezegd, kan zichzelf toch verbeteren. Nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat uiteindelijk het opleidingsniveau van jouw ouders en ook de sociaal-economische klasse waarin die ouders verkeren eigenlijk bepalend is voor jouw studiesucces. Mm-hmm. En dat is waar wij van Denk Amsterdam gewoon fel tegen zijn en wat de VVD eigenlijk in de hand probeert te werken. Ja, u bent eigenlijk voor de rijken, hè? Nou ja, dat wordt hier gesuggereerd, maar dat is helemaal niet waar. Want juist door die vrijheid te geven kan iedereen overal naartoe waar ze willen. En dat maakt niet uit uit welke klasse je komt. Wij kijken daar niet zozeer naar, ook niet naar kleur. Het maakt helemaal niet uit waar je vandaan komt. Die vrijheid is er juist dat iedereen op school kan zitten waar zij zich goed voelen. Of dat nou op het primair onderwijs is of het voortgezet onderwijs, dat maakt voor ons geen verschil. En we moeten juist stimuleren dat juist er diversiteit komt op het moment dat je overal naartoe kan. Ja, er wordt hier gezegd dat we dat moeten stimuleren en dergelijke. Maar ik vind het eigenlijk heel erg opvallend dat komt van iemand van de VVD. Want je ziet dat de VVD in dit college eigenlijk gewoon echt segregatie in de hand heeft gewerkt. En eigenlijk de geldmiddelen gelijk heeft uitgespreid over de hele stad. Dus kansarm of kansrijk, evenveel middelen gekregen. En dat is dus niet hoe het moet. We moeten investeren in de kansarme scholen. Hoe ziet u het dan voor u? Elk kind gewoon puur in zijn eigen wijkje? Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Dat hangt er vanaf hoe dat postcodebeleid, hoe dat precies gevoerd wordt. 10 seconden. Ja, 10 seconden. Drukken. Ja. En hoe wilt u het dan precies invullen? Nou, in ieder geval niet dat het per postcode is, wat eigenlijk net hier gesuggereerd werd. Dat wil u juist wel. U wil juist dat het per postcode verdeeld wordt. En dan maakt het niet uit of een goed school goed of slecht presteert. Maakt niet uit. U wil ze eigenlijk gewoon helemaal volstoppen. Maar in je postcode kunnen nog meer scholen zitten, toch? Zeker. Maar op het moment dat er... Het is een voorrangsregeling. Dus die scholen gaan uiteindelijk wel vol. En wij willen juist de vrijheid daarin laten. 10 seconden. Nou, weet je wat? Jullie zijn er eigenlijk allebei wel ongeveer gewoon samen uitgekomen. Ik wacht even de laatste piepjes af. Nou, allebei goed gedaan. Jullie hebben allebei nog 20 seconden om nog even jezelf ook te promoten. Want nu voor de kinderen, dat het voor de kinderen goed zit, dat jullie er allebei het beste mee willen, is wel duidelijk. Ja, stem voor een rechtvaardige, inclusieve en scherpe geluid op kandidaat nummer 8, Ashraf Ojahari, Denk Amsterdam. Nou, dat is heel snel, keurig. Ja. Mag jij dat ook in zo'n korte tijd proberen? Nou, ik zal het proberen. Nee, stem VVD Amsterdam. Juist hier. Wij zijn echt voor het doen. We hebben een hartstikke goed verkiezingsprogramma. En wij zijn bekend omdat we onze verantwoordelijkheid nemen. We gaan echt doen. Stem VVD Amsterdam. En nummer 1 in de buurt Oostelijk Havengebied, Marijn Boezer. Oké. Dit is helemaal goed. Jij was iets langer bezig dan jij. Maar uiteindelijk allebei goed je punt gemaakt. We gaan weer verder met Cécile. Want er is nog veel meer te doen in Oost. Cécile. Ja, want ik sta ondertussen hier met de studenten van het Mediacollege Channel 6. Die staan hier ook op de markt. Wat hebben jullie hier precies gedaan? Stel je eerst even voor. Mijn naam is Robin Henneke. Mijn naam is Aniek. En wat zijn jullie aan het doen? We zijn nu eigenlijk hier verschillende meningen aan het peilen over de gemeenteraadsverkiezingen. Want wij gaan live uitzenden en we maken gewoon allemaal reportage op het gebied van de gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren door jongeren. En we zijn dus ook het stadsdeel Oost in geweest met Marcel Mokveld, fractievoorzitter van de VVD. En daar hebben we eigenlijk allemaal plekken in Oost. En waarom is Oost nou zo leuk en waarom belangrijk? Dus dat is eigenlijk wat wij willen weten. Ja, jullie hebben dat gemaakt. We kunnen dat even zien. Laten we even kijken. Dank jullie wel. Dit is Back to the Roots. Elke aflevering spreken wij een Amsterdamse politicus over zijn of haar buurt. Dit keer spreken we Marcel Mokveld, fractievoorzitter van VVD Oost. Marcel, waarom is dit nou de beste plek en de mooiste plek van Amsterdam? Nou, de beste en mooiste plek van Amsterdam. Ik vind het in ieder geval een hele gave plek om te zijn. Het is een hele dynamische plek. Ik vind het leuk, levendig hier. En is dit nou ook een echte VVD-auto? Is dit een echte VVD-auto? Wat vind je zelf? Ja, ik weet het niet. Wat,
Als we dit zien, schreeuwt het VVD? Het is in ieder geval een mooie blauwe auto. Dat past wel bij onze kleur. Nou, we zijn nu in het Oosterpark. En wat is er nou zo speciaal hier? Nou, wat ik heel mooi vind aan het Oosterpark, het is ten eerste een park wat onlangs nog helemaal vernieuwd is en wat heel geslaagd is gebeurd, naar mijn mening. Het is ook een plek waar gelukkig ook wel wat evenementen en festivals kunnen plaatsvinden. Wij vinden dat altijd wel belangrijk, hebben het ook altijd belangrijk gevonden als VVD dat dat hier kan. En ga je dan ook naar dat soort evenementen of festivalen die hier plaatsvinden? Nou, moet eerlijk zijn, vroeger veel gedaan. Dus vroeger heb je hier wel aardig wat biertjes gedronken? Niet alleen het Oosterpark, maar ik heb hier inderdaad ook wel op wat festivals echt genoten van de muziek en de sfeer en ook een beetje van een biertje. Het Themapark is ten eerste natuurlijk ook gewoon een mooi park. Gelukkig zijn er hier een aantal sportvelden in de buurt voor alle mensen op Eiburg, waar natuurlijk heel veel gezinnen met jonge kinderen wonen. Een vereniging, Vrienden voor het Themapark, die wilde eigenlijk hier geen sportvelden hebben. En heel veel andere politieke partijen hebben daar toch helaas naar geluisterd, waardoor er uitbreiding van die sportvelden niet mogelijk is geweest tot voor kort. Ja, nou, ik heb een dochtertje van 6 en die zit hier op de hockeyvereniging. Ik heb best wel veel verschillende sporten gedaan. Ik heb wedstrijdzwemmen gedaan, tennis doe ik nog steeds. En ik doe ook wel eens wat aan hardlopen en dan loop ik bijvoorbeeld ook een rondje hard hier in het Themapark. En hoeveel kilometer hebben we dan over? Ik denk dat het een rondje is van 6, 7 kilometer. Dat is netjes, ik zelf doe er meestal 5, dus okay. We zijn nu bij diverse plekken geweest hier in Oost. En waarom dus Oost? Nou, Oost is gewoon een geweldige dynamische wijk waar je heel mooi kan wonen, werken en ook heerlijk kan recreëren. Dus ik zou zeggen, waar wacht je nog op? Kom een keer naar Oost. Marnix en ik zijn de bus ingeklommen om hier het gesprek aan te gaan met Diederik Boomsma van het CDA en Rutger Grootwassing. Jullie kijken al de hele tijd live mee. Meneer Boomsma, wat is u opgevallen? Nou, ik vond het heel interessant dat wat werd gezegd dat omdat er zijn heel veel nieuwe mensen komen wonen. Dat juppen wordt het dan genoemd, groepen juppen. Maar daarmee ook de sociale controle is verminderd en de sociale cohesie. En ik denk dat dat een belangrijke uitdaging is van hoe kan je die weer terugvinden. Die sociale cohesie met name, maar ook de controle, dat mensen zich dus veilig voelen. Meer handhaving werd er gezegd. Ja, ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. Want dat is wel een basisvoorwaarde. Van je wil allemaal een gemeenschapsgevoel stimuleren. Maar dan moet je op zijn minst zorgen dat het veilig is. Dat mensen dus zich veilig voelen ook om elkaar aan te spreken over bepaalde zaken. En dat je de criminaliteit terugdringt. Dat mensen zich niet geïntimideerd voelen. En dat heeft hier in deze wijk ook wel een tijd lang gespeeld. En dat is nog steeds wel. Ja, wat kunt u daar een voorbeeld van noemen? Nou, we weten dat er was bijvoorbeeld een nieuwe ondernemers die hier in de buurt kwam. Die werd lastig gevallen en uitgescholden. Die werd bijvoorbeeld dan ook een beetje geïntimideerd door hangjongeren. Die zeiden van money, money als hij naar buiten kwam. En dat is dan net geen echte bedreiging. Toch was het heel onheimisch. Dat soort dingen. En het begint er wel mee dat mensen zich echt veilig voelen. Ook om met elkaar in gesprek te gaan over al die dingen. Voel jij je veilig, Marnix? Ja, absoluut. En... ja, ik weet niet of die handhaving is ook wel belangrijk. Maar ik denk dat het ook een groot deel een soort van mentaliteit is. Ik weet niet of... maar praten we hier dan ook over camera's en zo? En over dat soort ongein? Er zijn net camera's geplaatst. En ik denk dat dat op zich goed is. En kijk, inderdaad, als je minder sociale controle hebt, zo'n camera kan wel mensen een extra gevoel van veiligheid bieden. Kan ook helpen om zaken op te sporen en op te lossen. Maar volgens mij is meneer Wassing daar helemaal niet mee eens. Nee, ik ben helemaal niet voor meer camera's. Er hangen al genoeg camera's in de stad en volgens mij is het hier helemaal niet zo onveilig. Mij viel vooral op dat mensen zich inderdaad wel zorgen maakten om gentrificatie en om het duurder worden van huizenprijzen. En dat mensen behoefte hebben aan betaalbare woningen. En dat hangt natuurlijk ook samen, gentrificatie, met verbinding in de buurt. Hè? Voel je je nou verbonden met de buurt? En dat vind ik heel erg belangrijk, dat we zorgen voor genoeg betaalbare woningen. Dat mensen hier ook kunnen blijven wonen en dat in zekere zin deze buurt hun buurt blijft. Als je dit nu zo hoort, hè, Marnix, zou je dan op de een van deze twee mannen gaan stemmen? Poef. Ik ben al een beetje gekleurd natuurlijk, want ik heb al een beetje van tevoren al gecheckt hoe en wat. En met mijn stemwijzer kom ik heel slecht uit bij de CDA. Oeh. Echt maar 33%. Nog steeds op de markt. Even, hoe is het leven aan de andere kant van de Dappermarkt? Aan het andere einde. Het leven is goed, mevrouw. We kwamen u net tegen. Ja. U loopt met een flyer van het CDA in uw hand. U gaat ook CDA stemmen? Weet u wat u gaat stemmen? U weet het nog niet.
Is het moeilijk? Ja, is het moeilijk, ja. Ja. Kan nog niet uitkomen van wie gaat stemmen. Denk er nog goed over na. Ja, is goed. Ja, ik loop even door. Dank u wel. Gaan we even door. Oh, pardon. Mevrouw? Mag ik vragen, weet u wat u gaat stemmen op 21 maart? Ik weet ondertussen wel wat ik ga stemmen, ja. En mag ik ook weten wat het is? Dit keer wordt het CDA. Oké. Ja. Dat is toch niet omdat ik ook heel veel van die CDA-mensen op de markt rond zie lopen? Nee, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Waar heeft het mee te maken? Maar ik ben verontruste buurtbewoner. En ik maak me ook heel erg ongerust over het woongenot. Nou, wonen is het thema hier op de verkiezingen. Maar ik woon in Amsterdam. Mm-hmm. En ik maak me al anderhalf jaar lig ik een beetje wakker in mijn bed. En met mij de hele buurt. Ja. En, maar wat is precies het probleem wat met betreft de woningen voor u dan? Het probleem wat nog niet besproken wordt in deze verkiezingen. En dat is het bijna verboden woord, lijkt wel, erfpacht. Ik woon in Amsterdam. U woont op erfpacht? En ik woon op erfpacht. En hoeveel mensen hier in deze buurt ook. Maar helaas hebben die mensen volgens mij de rekenton nog niet ingevuld. Ja. En dan weten ze wat er in één keer, wat voor schuld ze aan de gemeente hebben. Heeft u al een regeling getroffen om af te kopen? Nee. Kan ik niet. Ik het ben is net gewoon te veel. Te veel. Ja, ik ben net gepensioneerd en ik dacht dat ik alles netjes had uitgerekend, maar dit is echt een shock. Mag ik u vragen wat u vorig jaar landelijk stemde? Ik ben links. Dus ik zit PvdA of GroenLinks of... En die linkse partijen die zijn er niet zo mee bezig, hè, met erfpacht. Ze zeggen wel iets, maar zelfs GroenLinks duikt. Ja. Ja, die zegt er helemaal niks. Een van de weinige partijen inderdaad is het CDA die CDA's... voor de erfpacht dus op is gekomen. Ja. Dus de enige mogelijkheid om nu er wat aan te doen is dat het CDA in de coalitie komt. Ja. Nou, ik moet wel... En anders weet ik het niet meer. Ik moet wel advocaat van de duivel spelen. Het CDA is in Amsterdam klein. Eén zetel. Ik weet het, helaas. Ik weet ook niet of dat meer gaat worden. Heeft zo'n stem dan nut? Nou ja, als er maar meer dan 7000 mensen op het CDA extra stemmen, is er weer één zetel bij. Ja. En wie weet komen ze dan toch met coalitieonderhandelingen en weet ik wat anders. Ja, ik weet het anders niet. Ik denk dat Diederik Boomsma, die hier bij ons in de bus zit, dat heel leuk zou vinden als hij dit hoort. Okay. Ik geef die aan u. Ja. Even de bril op. Precies. En dan doe ik nog ineens het goede vakje. Lijst 7, ik zie hem al. Jij ziet hem al. Oh, ze staat een rare... Zo, mooi ingekleurd. Als je hem even dubbelvouwt. Ja. Hij gaat erin. Alsjeblieft. Heeft u nog één advies of tip of iets wat u aan Diederik Boomsma wil meegeven? Nee, eigenlijk van joh, zet hem op. Want hij heeft zich zo doodgevochten al jaren voor de erfpachters in zijn uppie. Nee, ik heb heel veel bewondering voor hem. Dus. Mevrouw, dank u wel. Ga door op deze weg. Dank u wel. Succes op 21 maart. Ja, dank je wel. En succes met het afkopen of hoe dat ook gaat lopen. Ja, nou ja, ik hoop dat de politiek een goede oplossing vindt. Ja. Want anders zal ik helaas moeten verhuizen. Echt. Succes. Dank je wel. Dat is dus een verhaal inderdaad wat je veel hoort. Jullie hebben een stem binnen hoor. Kijken of we nog één persoon kunnen vinden aan wie ik mag vragen wat hij gaat stemmen. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Niet, liever niet. Kan helemaal. Deze meneer, misschien meneer. Mag ik u wat vragen? Het is helemaal niet veel. We zijn zo klaar. Weet u wat u gaat stemmen op 21 maart? Nee, dat weet ik nog niet. Nee. Heeft u dat altijd, dat u het niet weet? Of heeft nee, dat heb ik niet altijd, maar met de gemeenteraadsverkiezingen nog wat meer, ja. Maar ik vind het allemaal niks over het algemeen. Toch? Oh, jeetje. Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar weet u nog wat u 4 jaar terug heeft gestemd voor de gemeenteraad? Voor de gemeente? Nee. Wat zal het geweest zijn? Of wat doet u? SP of zo, maar het zou kunnen. U stemt wel wat vaker links aan de linkerkant? Ja, maar daar heb ik ook niet zoveel vertrouwen in, maar dat doe ik wel eens, ja. Maar waarom bent u zo ontevreden over de gemeenteraad dan? Over de gemeentepolitiek? Ja, ik ben niet per se ontevreden, maar ik weet er weinig van, moet ik zeggen. Ja, precies. Ja. Maar er zijn toch wel dingen die spelen in uw buurt, in uw stad, die u ook aangaan? Dingen die u beter wil, anders wil? Ja, dat vroegen ze laatst ook, maar helemaal goed is het allemaal niet. Maar ik weet ook niet wat er... Ik zou moeten eens even diep nadenken wat er moet verbeteren, maar... Kijk, ik ga u nergens toe forceren. Frank, als je even zo meekijkt.
Kijk, dit is de kieslijst van Amsterdam. Ja, ik heb er toen net nog eentje gekregen. Ik weet niet of hij erbij zat. Blije Burgers heb ik gezien. En er was iets voor het basisinkomen. Zat hij er ook bij? Hier, ja, lijst 16, de basisinkomen partij. En Blije Burgers. Nou, ik heb AOW, dus het interesseert me niet. Ik ben zo solidair met andere mensen. Als ik tegen u zeg, u mag twee kruisjes zetten. Wat zou u doen? Hier is het potlood. Nou, in elk geval niet bij Democratische 66, want die kunnen van mij doodvallen. Oh, dat is wel heel extreem, meneer. En waarom dat dan? Nou ja, die Pechtold of zo, dat heeft nou wel niet zoveel met die dingen te maken. Maar. De Piratenpartij, die doet er mee. Twee kruisjes? Ja, daar heb ik de vorige keer bij de Tweede Kamer opgestemd. De Piratenpartij? Ja, dat vond ik leuk, maar. Dan houden we het hierbij, toch? Nou ja, nee, we doen nog een tweede. Forum voor Democratie doen we maar niet. Nou ja, wat moeten we dan, hè? Het wordt lastig. Nee, krijgt er wel zin in zo? Ja, fantastisch. Een Partij voor de Dieren, ook zoiets moois. Partij voor de Dieren ook? Ja. Die Marianne Thieme heeft van die mooie slaapkamer ook, hè? Sorry. Ja, zij is alleen niet in Amsterdam, hè? Nee. Maar, Ze is getrouwd, ik weet. U mag hem voor mij erin doen. Oh, oké. Okay. Dan doe ik hem even open. Goed zo. Ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste Piratenpartijstem die ik binnen heb gehaald. Goed zo. Ja. En, dit mag niet, hè? Op 21 maart. Dan mag je maar één... Ja, dat weet ik. Nou, succes. Succes. Tot ziens. Piratenpartij. De eerste keer dat ik dat hoor. En Partij voor de Dieren. Veel mensen weten het nog niet echt. En Cecile, Diederik Boomsma kreeg nog net een soort van hart onder de riem. Van zet hem op. Met de erfpacht. Nu genoeg, Diederik. Rustig. Hey, ik ben rustig. Nou, Diederik nog. Rutger is rustig. Oh, jongens. Ja. Het loopt hier uit de hand. Daarom viel de verbinding op weg. Sorry. Hier... Allemaal rare dingen van die CDA. Wat voor rare dingen? Waarom gaan we een aardige man, maar hoe hij dan weer praat over mensen met een uitkering en zo. Dat is allemaal verschrikkelijk. Wil overal camera's ophangen, die jongen. Dat is echt heel naar. Maar mensen met de uitkering moeten gewoon wat terugdoen als, zegt meneer Boomsma, als ze een bijstand hebben. Ik wil dat mensen die langdurig werkloos zijn worden geholpen. En dat ze bijvoorbeeld in een buurthuis of op een andere plek wat kunnen doen. En daar ook een fatsoenlijk salaris voor krijgen. Dus wat mij betreft ook wat meer dan de uitkeringen die er zijn. En dat moet je helemaal niet verplicht doen. We moeten deze mensen juist helpen. En ik denk dat Diederik Boomsma ook wel met me eens is. Maar de vraag is even, hoe hard wil je ze nou onder druk zetten? En ik zie wel dat we dit soort mensen die langdurig werkloos zijn harder achter de broek zitten dan bijvoorbeeld vastgoedboefjes en zo. Toch? Ik vind dat we vastgoedboefjes ook heel hard achter de broek moeten zitten. En nog veel harder. Maar neem niet weg dat je ook van mensen met een uitkering... Natuurlijk moet je mensen helpen, daar gaat het om. Je kan gewoon in gesprek met ze gaan. Het is wel goed voor mensen als ze aan de slag blijven. En inderdaad iets terug doen voor de samenleving. Het is ook een hele positieve boodschap. Men zegt eigenlijk tegen mensen, goh, we hebben u nodig. Positieve boodschap, dat snap ik niet. We hebben u nodig. U kunt bijdragen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door iets van vrijwilligerswerk. En hoe je dat dan brengt. Natuurlijk moet je daar een menselijke maat en ook niet met een zweep gaan staan. Dat zegt ook niemand. Alleen het idee dat je iets terugvraagt van mensen is helemaal niet zo gek. Maar niks voor jou. Jij zei net op CDA, dat kwam er bij mij niet uit. Is dat veranderd nu, je dit hoort? Nou, ik heb nog wel een vraag. Mag ik dat... Waar staat de C nog voor christelijk? Is dat nog iets wat puur alleen de naam is? Of is dat ook nog echt iets wat in die waardes terugkomt? Want CDA is toch christelijk-democratisch nog iets? Appel? Ja, christendemocratisch appel. Nee, we zijn een brede volkspartij. En het is dus een partij waar iedereen lid van kan worden. Iedereen op kan stemmen. Of je nou... Okay. En in die zin, kijk, we zijn allemaal... GroenLinks heeft ook een christelijke kant. In die zin, alleen ze interpreteren dat weer heel anders. Nee, maar je kunt... We zijn allemaal... We zijn een samenleving die is beïnvloed door het christendom. En in onze partij laten we ook dat uitdrukking komen in de naam. Ik heb ook nog een vraag. Ik ben persoonlijk niet zo door het christendom geïnspireerd. Maar ik vind wel dat bijvoorbeeld de manier waarop we met vluchtelingen om moeten gaan. En om met ongedocumenteerden. Nou ja, dat komt wel erg in de buurt, vind ik, van de christelijke barmhartigheid. En ik vind het teleurstellend dat het CDA daar heel vaak niet thuis op geeft. Want je weet, wij lopen daar altijd voorop, hè, als GroenLinks in de stad. Want ik vind echt dat we als verantwoordelijke hoofdstad die barmhartigheid in ons stadswapen daar ook echt vorm in moeten geven. Goed, we kunnen hier nog even over doorgaan. Marnix, werd het voor jou ietsjes duidelijker? Het heeft me wel aan het nadenken gezet. Ja. Heel goed. Als je maar stemt. Dat is het allerbelangrijkste, mensen maar stemmen. En komt u er nou nu uit, dan kunt u ook nog altijd naar de AT5-website voor de kieswijze. Menko die staat ook klaar voor een hete discussie. En ik weet nog niet of daar al met kroketten worden gegooid. Hoe staat het daar, Menko? Kroketten zie ik nog niet. Maar wel misschien het is een debatje met. Ze moeten ook een patatje met, toch eigenlijk? Vita, heb je die? Heerlijke patatje, ja. Heerlijke patatje. Zelfgemaakte, vers, kijk. Oh.
Zo. Nou, dat lusten. Mogen we daar twee van, alsjeblieft, voor de kandidaten? Dan gaan we de lekkerste frietje van Amsterdam voor. Nou, hoera, feest. Ja, dan gaan we nu even naar serieuzere zaken toe. Hier staan al twee mensen met elkaar te debatteren, maar ik hoop dat het nog niet over... Oh, ja, ook gelukkig. Dat kan ook, dat kan ook. Oh, dat kan ook nog. Nou, misschien kunt u dan ook meteen vertellen wie u precies bent. Zeker. Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. En lijstduur voor de Partij voor de Dieren hier in Amsterdam. Ja. Partij voor de Dieren dus staat hier tegenover een bekend gezicht wel nog in de Amsterdamse politiek. Nou, is minder geworden. Ik ben ook al een hele tijd weg uit de gemeentepolitiek. Maar ik ben inderdaad oud raadslid en voormalig wethouder, Geert Dales. En op dit moment lijstduwer voor 50PLUS. Ja. En bekend van één heel erg groot thema, namelijk... De gemeentefinanciën. De Noord-Zuidlijn, mensen. Ja, Noord-Zuidlijn kent iedereen u nog van. En wij gaan even voortborduren. We staan hier in Oost. Oost is best goed bereikbaar, zo nu en dan. Maar kan nog misschien nog beter. En een groot nieuw thema vanwege het aantal inwoners dat Amsterdam ook bij gaat krijgen is... moet er na de Noord-Zuidlijn ook een Oost-Westlijn komen. U heeft beide 3 minuten de tijd. Als u op dit knopje drukt, dan gaat de tijd van meneer Dales lopen. Als u op dit knopje drukt, dan gaat uw tijd lopen. U mag dus ook interrumperen. Als u dat wilt. 3 minuten, wie wil beginnen? De professor. Ik begin. Oké, okay, dan gaan we. Ik moet mijn eigen knopje drukken. Ik ga op dit knopje drukken. Ja, maar je mag ook zelf drukken als jij denkt van hé, okay, ik wil interpreteren. Dan druk je op zijn knopje, dan gaat jouw tijd lopen. Ja. Daar gaan we. Ik vind het een slecht idee. Het is de investering niet waard. En dat heeft alles te maken met het feit dat het succes van Amsterdam op drijfzand gebaseerd is. Punt. Ja, ik vind het een goed idee, maar wel op basis van een heel goed plan. Wat wil je nou eigenlijk precies met de stad voor de komende decennia? Want dit zijn lange termijn projecten. Dat plan is naar mijn idee nog onvoldoende ontwikkeld, dus daarmee beginnen. Maar daarna denk ik dat zo'n Oost-Westlijn onvermijdelijk is. Want de stad breidt zich enorm uit, groeit gigantisch. Binnenkort heeft Amsterdam meer dan 1 miljoen inwoners. Die moeten zich kunnen verplaatsen. En bij voorkeur een beetje snel en een beetje comfortabel. En dan is een metro een fantastisch instrument. Moet ik nou daar opslaan? Ja, zo. En nou, hoe gaat het nou verder? Moet ik, ja, heb ik, moet ik dan op mijn eigen knopje drukken? Nee, ik snap er helemaal geen onderwerp. Wat ik typerend vind voor, dat is vaak zo met dit soort grote infrastructurele investeringen, is dat heel vaak het woord onvermijdelijk valt. En dat heeft alles te maken met, en dat deed de heer Dales net ook, de claim dat we naar 1 miljoen inwoners gaan. Er is ontzettend veel... contingent, om dat zomaar te noemen, toevallig aan of Amsterdam wel die 1 miljoen gaat halen of niet. En dat heeft onder andere te maken met de hypotheekrente. We weten dat de komende jaren de hypotheekrente enorm omhoog zal gaan, waardoor de huizenmarkt in Amsterdam waarschijnlijk weer zal gaan kelderen. Het tweede waar we geen zekerheid over hebben, is of dus inderdaad die trek naar de stad zal blijven bestaan. Als ik om me heen kijk, ik woon hier vanaf 87, dan zie ik dat heel veel langdurige inwoners van Amsterdam eigenlijk de drukte enorm zat zijn en in toenemende mate naar buiten gaan. En het derde is dat heel veel van het succes van Amsterdam van de afgelopen jaren gebaseerd is op toerisme. Als er één ding weten, dan is dat toerisme niet een duurzame industrietak is. En dat we in het licht van de klimaatovereenkomsten die we in Parijs hebben gesloten, moeten verwachten dat de komende 25 jaar die toerismeaantallen enorm gaan kelderen. U verwacht dus dat er gewoon niet zoveel mensen in Amsterdam komen? Ik denk dat iets helemaal niet gaat gebeuren. En dus... Gaan we even naar u. Nou, ik kijk gewoon naar de reële cijfers. Afgelopen jaar 18.000 mensen erbij. Dat is niet een lange termijn werk. Dat is gewoon de realiteit. Die Oost-Westlijn die gaat, zoals de naam al zegt, van Oost naar West. Zeeburgeiland richting Schiphol via Bad Hoeverdorp. Zeeburgeiland is al bijna volgebouwd. Dat is niet een of andere toekomstdroom. Het is er al. Dan komen daar ook mensen. Er komen ook wel heel veel mensen. En die zullen op de een of andere manier zich moeten kunnen verplaatsen. Nou, je ziet nu al hoe ongelooflijk druk de tram in Amsterdam is. Ik moest laatst van het Centraal Station naar het Stedelijk Museum. Dat is maar een klein afstandje. Heb ik 45 minuten over gedaan. Omdat we door de Leidse Straat met 5 trams op een rij permanent stilstonden. Dat is geen haalbare toestand meer voor de toekomst. Zo loopt de hele zaak vast. En dat moet Amsterdam niet hebben. En ik zeg ook niet dat ik voor ongebreidelde groei ben. Maar ik kijk naar de realiteit en die is dat het onstuimig. Onvermijdelijk, zoals de Noord-Zuidlijn onvermijdelijk was. Dit is allemaal gebaseerd met een duur woord extrapolatie. We hebben inderdaad groei afgelopen jaren gezien. Heeft heel veel te maken met inderdaad de woningmarkt. Want er zijn ook 23.000 eenheden woning die voorheen sociale huurwoningen waren. Die zijn op de markt terechtgekomen. Er is bijgebouwd, heeft gefinancierd via hele lage rentestanden. Dat gaat absoluut veranderen, dames en heren. En dat betekent dus dat je niet zomaar kan extrapoleren.
Was u ook tegen de Noord-Zuidlijn destijds? Nou kijk, de Noord-Zuidlijn, ik moet nog maar afwachten of dat inderdaad het succes gaat worden. Wat onder andere meneer Dales altijd gepretendeerd heeft dat het gaat worden. We weten uit vergelijkend onderzoek, dat hebben collega's van mij gedaan, dat als je kijkt naar dit soort infrastructurele investeringen, de baten altijd overschat worden en de kosten altijd onderschat worden. Toen meneer Dales aan het bewind was, werd het geraamd op 1,4 miljard euro. Het is 3,1 miljard geworden. Het zou in 2011 open moeten gaan. Het wordt 2018 met een beetje mazzel. En ik moet nog maar zien of die vervoersaantallen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. En dan moet je uiteindelijk natuurlijk toch... Denkt u dat Amsterdam dan bedonderd wordt als het weer daar... Ik denk inderdaad dat de burgers bedonderd worden. Ja. En dat is eigenlijk standaard als het gaat om dit soort grote infrastructurele projecten. Ja. Het wordt altijd overschat, de opbrengsten, en de kosten wordt altijd onderschat. Ja. En dat betekent dat er uiteindelijk toch wel iemand voor op moet draaien. Okay. Daar mag u op reageren, ja, want u bent daar mede verantwoordelijk voor geweest. Zeker, dat is waar. En ik zie ook wel dat er dingen fout gegaan zijn. Dat heb ik ook onlangs nog uitgebreid erkend. Alles kan beter, maar weet je, het probleem is natuurlijk in deze besluitvorming, je moet altijd op een hele lange termijn iets doen. En op het moment dat je de knopen doorhakt, weet je natuurlijk niet over hoe over 20, 30 jaar de stad ervoor staat. Dus je kijkt toch een beetje in een black box. Dat probeer je dan zo zorgvuldig mogelijk te doen en daar heb je berekeningen voor nodig. Maar dat is niet alles. Het gaat ook niet alleen maar om de financiële kant, financieel rendement. Het gaat ook om maatschappelijk rendement, het gaat om het milieu, het gaat om de snelheid van verplaatsen, het gaat om veiligheid. Er zijn zoveel aspecten die meekomen en daarom is zo'n kosten-baten-analyse maar ten dele bruikbaar. En ik heb al eens gezegd, als die er geweest was bij de afsluitdijk, als men daar alleen maar op afgegaan was, was die afsluitdijk er nooit gekomen, waren de Deltawerken er niet gekomen, was het Noordzeekanaal er niet geweest. Ja. Dus het is heel moeilijk en besluitvorming is altijd iets bij zulke grote projecten op een termijn van 30, 40... Okay, u heeft allebei nog 15 seconden om uw punt te maken. De klok, ja helaas, we moeten afronden vanwege het uitlopen, maar allebei nog even uw eigen standpunt over waarom het nou echt een heel slecht idee is en een heel goed idee. Nog even heel erg samengevat. Als we dus die investering gaan doen, Oost-West metrolijn, dan weten we ook dat we in Nederland alles gaan inzetten op Amsterdam. De grote kracht van Nederland door de eeuwen heen is altijd geweest het netwerk van middelgrote steden. Ik denk dat we de aandacht moeten verleggen van Amsterdam naar steden als Zutphen, Deventer, Enschede, maar ook Middelburg en veel meer moeten investeren in de leefbaarheid van dat soort... Meneer Dales, mag u dat nog even zeggen? Prachtig gesproken, maar het gaat niet lukken. De mensen willen hier gewoon in Amsterdam zijn. Dat zie je ook. Ze komen massaal hier naartoe. En begrijpelijk, het is een heerlijke stad. Ja. En wij zullen als gemeente dat moeten... accommoderen en zorgen dat de mensen zich ook snel, comfortabel en veilig en goedkoop kunnen verplaatsen. Oké, nou de tijd loopt hier toch nog af. Kijk eens aan. We zijn nu klaar. We gaan lekker aan ons patatje met. Hè. En nog een keer. Ja, de bonen mag niet van mijn regisseur. Die zegt, dat is gewoon Jan. U wordt weer bedonderd waar u bij staat. Het spijt me heel erg. U krijgt wel een patatje van me. Ik ga ze lekker de vlies eten. Dan gaan we denk ik maar afsluiten. Hè. Ga lekker patat eten, ja. Heerlijk. Nimbos. Lang niet gehad. Nou, lust jij ook een patatje, Marnix? Och, heerlijk. Dankjewel dat je met ons meeging. En wij sluiten hier even aan. Want komt die Oost-Westenlijn nou, Menko, denk je? Ik heb nou mijn mond vol. Oh. Ja, ik denk het uiteindelijk dat het toch een beetje onvermijdelijk gaat worden. Ja, ik ben het wel met Dares eens, eerlijk gezegd. Ik denk, onvermijdelijk? Dat het gewoon toch gaat gebeuren. De vraag is, gaat het gebeuren of niet? Politici politiek buitenspel zetten. Ze zeggen altijd dat het onvermijdelijk is. Europa is onvermijdelijk, globalisering is onvermijdelijk. Nou, hier gaat die discussie nog wel even door. Baldi, wat gaan ze stemmen? Ik heb niet één keer, ik heb niet twee keer dezelfde stem gehoord vandaag. Heel zwevende kiezers. Nou ja, kijk, ik zei het aan het begin, Oost is een beetje een afspiegeling van Amsterdam als geheel. En daar hoort dan dus ook bij dat veel mensen zweven. Amsterdam zweeft. Dus flyeren zou ik zeggen. Ja, en anders kunt u altijd nog naar de AT5 website om de kieswijzer in te vullen. Ja. Dank voor het kijken. Woensdag zijn we er weer dan in Nieuw-West op het Sierplein om 11 uur live. Maar kom vooral ook even langs en misschien krijgt u dan wel een lekker patatje. Ja. Smaakt het? Ja, absoluut. Hartstikke goed. Ik wil er wel een. Heerlijke patat.